met een hele simpele explosieve lading eronder die niet veel hoeft te wegen. Niet meer bijvoorbeeld dan de camera die onder zo'n drone hangt. Een kleine handgranaat kun je al enorme schade aanrichten. Just over an hour ago, Heathrow stopped all departures. The airport said it was a response to reports of a drone sighting and the need to prevent any threat to operational safety. You might remember there were drone sightings near Gatwick's airport and that caused a closure there for 3 consecutive days. Als zo'n ding in een straalmotor terechtkomt, dan is het einde verhaal voor die straalmotor. En als een vliegtuig net in de landing zit of in de start, dan is dat een cruciaal moment. En dan kan het gewoon een crash betekenen. Amerikaanse onderzoekers lieten onlangs zien welke schade een kleine drone bij een vliegtuig kan aanrichten. The drone did not shatter apart. It completely penetrated and it was buried inside the wing. En dat terwijl de drone-revolutie ook zoveel mogelijk heeft gemaakt, zegt voormalig luchtmachtofficier Peter Weininga. Hij deed onderzoek naar de mogelijkheden en de gevaren van drones. In Afrika zie je al dat drones worden gebruikt om medicijnen naar ver afgelegen dorpen te brengen. In Nederland is heel duidelijk sprake geweest van een ontwikkeling waarbij een mobiele AED, dus een defibrillator, aan boord van een drone naar een slachtoffer van een hartaanval kan worden gebracht en daar veel sneller is dan welke ambulance dan ook. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. Okay. Voordelen genoeg. Voordelen genoeg. Maar inderdaad, het is bijna Cruyffiaans, maar met elk voordeel zit er ook een nadeel aan. En wat is het grootste nadeel? Het grootste nadeel is dat met name de vrij verkrijgbare drones door allerlei figuren, criminelen of terroristen, kunnen worden gebruikt om aanslagen te plegen. Met een hele simpele explosieve lading eronder die niet veel hoeft te wegen, niet meer bijvoorbeeld dan de camera die onder zo'n drone hangt, een kleine handgranaat, kun je al enorme schade aanrichten. Twee weken geleden kwamen bij een spectaculaire droneaanval van jemenitische rebellen 6 militairen om. En ook Venezuela kreeg er vorig jaar mee te maken. Video captured the terrifying scene over the weekend. A drone strapped with explosives appeared to target president Nicolas Maduro. Je moet er iets mee. Je moet aan de ene kant proberen de risico's te beperken door inderdaad goed maatregelen te nemen. Dat vergt investeringen. En daarnaast proberen het nut van die dingetjes zoveel mogelijk uit te buiten. En dat proberen ze ook hier, op de Tonnet-kazerne in het Harde, waar Defensie zelf ook de nodige drones heeft staan. Dit is de Raven. Wordt ook gebruikt door verkenningseenheden. En met name voor hun eigen opdracht, bijvoorbeeld het verkennen van routes en het verkennen van boscomplexen of dorpen en noem maar op. En dit is de grootste hierachter, hè, denk ik. Ja, dit is, wij noemen dat de short range, maar die gebruiken we echt voor verkenningsopdrachten en om uiteindelijk tot inlichtingen te komen. Dus deze gaat wel tot een afstand van ongeveer 100 kilometer. Want Nederland heeft nog geen bewapende drones. Nee. Maar dat is een kwestie van tijd. Ja, dat is een keuze die de politiek moet maken. In handen van de vijand kunnen zelfs de kleinste drones funest zijn. Bijvoorbeeld als ze worden gebruikt voor spionage. Een speciale eenheid van het luchtverdedigingscommando moet zich daarom gaan richten op het uit de lucht halen van drones, bijvoorbeeld met een Stinger luchtdoelraket. Maar dat valt nog niet mee. De Stinger kijkt ernaar, de Stinger detecteert hem, het warmteuitstraling die de drone uitstraalt en haalt volgens de trekker over en hij komt naar beneden als het goed is. Maar dat zijn echt dingen met een spanwijdte van 2-3 meter? Ja, absoluut. En kleiner wordt een probleem? Kleiner wordt een probleem. Ik heb de Black Hornet in mijn handen. Dat is de kleinste drone van onze dronefamilie. En de Stinger die kan hier niks tegen uithalen. Waarom niet? Omdat de Stinger kijkt naar objecten die warmte uitzenden. En dit apparaatje is eigenlijk gewoon een vliegtuigje met een batterij die geen warmte uitzendt. Dus hij ziet hem niet. Wat doe je dan? Goede vraag. En voor het antwoord op die vraag werkt Defensie onder meer samen met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Op tafel hier staat onze laseropstelling waarmee we onderzoek doen naar het effect van lasers op targets.
Uiteindelijk, waar je hem ook raakt, hij bezwijkt wel. De ene plek wat sneller dan de andere plek. En juist dat proberen we hier in kaart te brengen. Maar wat je ziet, typisch, is dat er iets wegsmelt. En dat er uiteindelijk een cruciaal element, zoals een motor, een batterij of elektronica die hem aanstuurt, dat die bezwijkt en dat de drone uit de lucht valt. En dan zijn er nog de manieren die we allemaal hadden kunnen bedenken. Nou, in het midden zie je een drone zeg maar, die als indringer wordt beschouwd. En rechts zie je een drone die bestemd is om hem te vangen, letterlijk, met een net waaraan een kabel zit. En zo vangt hij de drone en kan hem dus meenemen om in beslag genomen te worden in dit geval. De politie testte zelfs met een roofvogel. De verantwoordelijken voor de drones bij de Londense luchthaven zijn nog steeds niet gepakt. En een herhaling lijkt een kwestie van tijd. Het aanvlieggebied van een vliegveld kan vele honderden kilometers groot zijn. Dat valt bijna niet te beschermen. Eigenlijk niet, het is ondoenbaar. Dus je zou moeten nadenken over vliegtuigen zelf beschermen. Dat vliegtuigen detectieapparatuur aan boord hebben, waardoor ze eventueel een drone kunnen mijden, hè, een botsing kunnen voorkomen in de lucht. Of dat ze zelfs apparatuur aan boord hebben, waardoor de drone gestoord kan worden en uit de lucht valt.